We gaan samen aan de slag met een gezonde leefstijl met de campagne Pit & Fit. Want wie gezond leeft, zit lekkerder in zijn vel, is weerbaarder en heeft meer energie. Om je hiermee te helpen kunnen Crohn en Colitis NL-leden de gratis minicursus Veerkracht en Energie bij IBD volgen. De minicursus is een 6 weken programma waarbij deelnemers via een wekelijkse e-mail tips en tricks ontvangen en exclusieve toegang krijgen tot Pit & Fit online workshops. Kortom, meer kennis en inzicht over een gezonde leefstijl met IBD. Ik ben Shanne. Ik wil graag leren hoe ik meer balans in mijn leven krijg, waardoor ik gezonder en fitter word en mijn leven meer pit krijgt. Ondanks dat mijn darmen al een hele poos behoorlijk rustig zijn, vind ik het ook belangrijk om gezond te leven. Dus vandaar dat ik meedoe aan dit programma. De mailing is binnen van Pit & Fit. Eerste week, de weekplanner voor week 1. Globaal ingevuld. Balans. Wat doe ik nu al? Nou, ik let een beetje op mijn werkuren. Welkom bij de eerste podcast van Crohn & Colitis NL, de vereniging voor de zo'n 90.000 Nederlanders met de ziekte van Crohn of... Week 2 aan de slag met voeding. Dan kunnen we kiezen uit 3 recepten voor de workshop van vanavond. Shawarma schotel. Woe! Lekker, pap. Oké, jongens. Nou, ik heb net de mail binnengekregen voor week 3. Zometeen begint de cursus bewegen met een personal trainer genaamd Wieteke. Ik ben echt heel erg benieuwd. Zien we hier de linker grafiek, jouw beginsituatie. Nou, week 4 is binnen. De mailing. Week 4. Balans, rust en ontspanning. Yoga workshop begint zo meteen. Ik ben echt heel benieuwd. Zo, langzaam komen de heupen omhoog. Of je blok, je boek onder je vandaan. Ja, week 4 alweer. Balans. Goed voor jezelf om wat doelen te stellen. Het wordt wel makkelijker om ze te halen, omdat je er bewust mee bezig bent. Met de workshop. Het allerbelangrijkste is je why. Waarom wil je gezonder leven? We hebben net de workshop van Elda gezien en de balans opgemaakt van de afgelopen weken. Een hoop georganiseerd voor mezelf. Bewegen, voeding, balans. Zo, de workshop met Elda zit erop. Ik vond het echt mega interessant. Helemaal om te zien dat het brein dus zoveel complexer is dan dat ik eigenlijk zelf persoonlijk dacht. Wat we de afgelopen weken geleerd hebben is ook om af en toe jouw zen-momentjes te pakken. Balans in je leven vindt, goed blijft bewegen en nou, dat heeft dit programma mij wel geleerd. Het waren echt heel bijzondere weken. Je leert echt heel veel dingen. Dingen die je ook echt daadwerkelijk kan toepassen. Die haalbaar zijn. Dus echt waar, mensen, doe vooral de volgende keer direct mee. Wil jij ook meer kennis en inzicht over een gezonde leefstijl en IBD? Over voeding, bewegen, balans en hoe je dit kunt volhouden? Meld je aan voor de volgende Pit & Fit minicursus Veerkracht en Energie bij IBD.